Ik heb een klein probleempje, namelijk... Mijn koffer is weg. Doe eens normaal. Hij laat zijn lul zien. Sorry hoor, maar dit is gewoon een lek in de douane. Ja, eigenlijk serieus wel. Maar kijk dan, we lopen hier nu gewoon op de piste. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we gewoon op wintersport, jongens. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ik ga nu eventjes naar beneden, want mijn schoenen liggen nog in de auto en mijn helm. Dus die ga ik eventjes uit de auto pakken, want ik moet natuurlijk mijn koffer gaan inpakken. En ik moet ook nog gaan editen, want ik heb gisteravond al een beetje gedaan, maar hij is niet af. Dus dat moet ik ook nog gaan doen. Ik heb ze, die twee vrienden van Stefan, Rick en Sander, die zijn met de auto. En volgens mij waren ze rond 3:30 al halverwege. Dus als het goed is, zijn die er wel eerder dan ons. Nick is hier om 11:30, want we vliegen om 13:30. Maar we hebben al online ingecheckt. We moeten alleen onze ruimbagage moeten nog even afleveren. En dan gaan we vliegen, jongens. Oh, ik heb er zoveel zin in. Oké, ik ben een beetje mijn spullen aan het uitzoeken. Alleen, ik heb een klein probleempje, namelijk... Mijn koffer is weg. Ruben had die meegenomen naar Bonaire, maar ik weet nu dus niet waar die is. En waarschijnlijk ligt hij in de berging. Dus ik ga daar even kijken, maar hij neemt zijn telefoon niet op. Dus het is helemaal top! Jongens, weet je wat trouwens leuk is? Misschien zien jullie het een beetje aan de edit, dat het opeens een andere stijl is. Maar ik heb voor deze paar dagen, voor deze 5 video's, heb ik een editor geregeld. Dus, hey editor, dankjewel, je bent een toppertje. Maar dat is echt helemaal chill, want op vakantie is het gewoon heel lastig om te editen. Kijk, op een normale vakantie, als je naar een warm land gaat, dan valt het wel mee. Maar wintersport ben je gewoon heel veel bezig en je wilt ook vroeg op de piste staan. Dus dan kan ik in de ochtend zeg maar niet editen. En in de avond ben je appelskiën. Dus het is lastig om te editen en daarom heb ik een editor genomen. Op dit moment weet ik nog niet hoe de edit is geworden, maar ik heb er volle vertrouwen in. Als die koffer hier niet ligt, dan ben ik echt wel een beetje, de lul. Alsjeblieft. Oh ja, zo. Die was ik even helemaal vergeten, maar wij hebben natuurlijk een pingpongtafel hier nog. Even kijken. Huh? Nee, nee, nee. Hij ligt hier echt niet. Hè? Waar heeft hij in godsnaam die koffer neergelegd? Maar hij neemt zijn telefoon niet op, het is 10:00, dus... Hij ligt nog niet meer te slapen. 1 minute later. Amber heeft me teruggebeld. Hé, hey, Ruup. Hé, jongen. Waar de fuck is de koffer? Koffer? Ja, waar is de koffer? Oh, in het washok. In het washok? Oh, ik was al helemaal naar de berging geloof. Ik dacht dat hij in de berging lag. Oh, ja. Oh, hij ligt dus in het washok. Top. Nou, oké, dat moest ik weten. Doe eens normaal. Hij laat zijn lul zien. Nou, oké, dankjewel. Doei. Oh, beter jongens, hij ligt gewoon in het washok. Nou, dan ga ik maar naar het washok. Nou, ging soepel. Goedemorgen, Niek. Hey, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ik moet alleen nog mijn koffer inpakken, dus in principe ben ik er eigenlijk niet klaar voor. Nee, waarom belde je me ook alweer? Weet je dat nog? Of je misschien eerder kan zijn. Maar denk je dat jij dan klaar bent als ik weer eerder ben? Ja. Nou, ik ga maar even mijn koffer inpakken. Ik zie je zo. Ja, en doe even wat aan je gezicht. Hoezo? Nou, ik denk dat elke abonnee met me eens is. Dat jij gewoon even wat, hè? Leuk. Leuk. Nou, dag hè. Ik denk dat ik alles heb. Ik weet het niet zeker. Dat heb ik. Ja, ik ben trouwens nooit zeker. Als ik op vakantie ga, heb ik nooit 100% het gevoel van ik heb alles. Maar het enige waar ik me een beetje druk om maak, is dat ik niet zeker weet of dit 20 kilo is. Want ik heb een koffer erbij geboekt voor 20 kilo. Maar ik denk dat het iets meer is. Maar ja, dat is het grootste probleem niet. Ik ga naar beneden, want Nick die staat beneden klaar. En dan pakken we een Uber richting Schiphol en dan gaan we gewoon weg. Oh, en ik moet nog een jas meenemen. Ja, dat is ook wel een handige. Ook grappig jongens, zei ik gisteren in de vlog. Het is hier al 2 weken sinds oud en nieuw of zo, is het al slecht weer. Gaan wij naar het buitenland, is het opeens volledig zonnetje. Potjandori. Het zit ook niet mee, hè. Want hebben we toch pech dat we weer op vakantie mogen. Hallo. Hallo. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb nu een lunch brainstorm om 11:30. Lekker bezig. Ik krijg letterlijk net een melding op mijn agenda, maar ik gebruik Google agenda en dit is van... Ja, dan krijg je een melding. Sorry. Maar je bent er helaas niet. Nee, we gaan op vakantie, maar niemand neemt ook op. Ze zijn waarschijnlijk al begonnen. Ze denken wel van, ah joh, Niek, die komt wel later. Oh. Zo, wat heb jij verbeukt van een koffer, hé? Kijk, deze komt uit de fabriek van Rimowa. Hetzelfde koffertje. Maar ik heb hem voor 30 euro gekocht toen ik in China was. Dik? Dik.
Nou jongens, ik heb een Uber besteld en die is hier elk moment. En dan gaan we naar Schiphol. Hé, hebben we eigenlijk al contact gehad met Steve? Überhaupt. Ja, WhatsApp toch? Maar ik weet niet hoe laat hij komt. Nee. Nou ja, die is vast ook wel op Schiphol. Daar zijn we. Schiphol. We gaan Steve eventjes bellen om te vragen waar hij is. Want als het goed is, zit hij gewoon op dezelfde vlucht. Ja, vind ik wel heel graag tijd hier zijn. Dus... Hou je mond. Wat zeg jij? Echt een loesje, maar ja. We zijn er. Dus zien jou zo. Maar wachten we even met inchecken dan. Hij is nog thuis. Ja, hij is nog thuis. Ja, we kunnen ook... We gaan gewoon even wat drinken of zo, bootje halen. We zien hem daar wel. Nou, jongens, daar gaan we. 16 kilo, jongens. We zijn safe. We zijn safe. Perfect. Je mag mee. Ik heb nog niet echt ontbeten. Ik heb een beetje kwark op. Dus laten we even een lekker broodje halen en misschien even lekker een koffietje. Wat kijk je nou weer moeilijk? Waarom kijk je nou weer gelijk moeilijk? Dit is mijn rustgezicht. Oh. Net als Denzel Dumfries. Oh, oké. Okay. Nou, ik hoop dat jij door de douane komt, jij. Finn. Dan nog een klein cadeautje voor jou meegenomen. Wat dan? Heb je Jägermeistertje meegenomen? Misschien. Om deze vakantie gewoon goed af te trappen. Nee. Want we weten natuurlijk allemaal wat voor vakantie dit gaat worden. Ja, gewoon een rustvakantie. Gewoon een rustvakantie. We gaan niet drinken. Helemaal niks. Open deze tas. Want we zijn natuurlijk nu bij de douane. En het mag niet mee. Wat heb jij in godsnaam erin zitten dan? Je hebt helemaal niks, er zit gewoon een sjaal in. Ja, maar wat zit er nog meer in? Nee. Dat kan... Wat was dat? Uniek. Dat is een fles ijs. Nee. Je kan dit niet op Schiphol hier nu gaan af. Jij moet het... Je hebt hem dat gevonden. Dat kan niet. Je weet wat de regels zijn, hè? Dat kan niet bij de douane. Je mag hier niet eens filmen trouwens. Oh, maar je mag hier wel drinken. Neem hem mee. Nee, neem hem mee. Ik ga hem erbij doen daar. Maar ik kan hem niet hier doen. Je mag hem niet meenemen door de douane. Ja, dat kan je hier toch niet gaan doen, maar. Jawel, je hebt hem gevonden, dus dan moet je hem drinken. Oh. Nee, dat kan echt niet. Dit kan echt niet. We kunnen niet bij die douane zo'n fles atten. Of kan dat wel? We hebben het niet over we hebben het over jou. En jij kan dit wel. Ik vind dit heel raar. Maar het goede nieuws is... dat jij zo meteen de fles gaat atten. Ja. Ik weet niet hoe dit kan. Normaal gesproken wordt een deo-busje wordt er gewoon al uitgepakt. En die fles Smirnoff ijs mag er gewoon doorheen. Dat kan. Je hebt hem gewoon... Hè? Dat is toch raar? Je mag toch maar 200 milliliter hebben? Je hebt een hele fles alcohol mee. Hoe dan? Hoe de fuck is dit? Misschien was het zo onlogisch voor die vrouw dat ze dacht... Ja, dit kan er niet. Welke mogol neemt er nou gewoon een volledige fles Smirnoff ijs mee? Maar wat we nu ook kunnen doen... Kijk, jij weet het nu al. Dus voor jou is het eigenlijk niet leuk. Voor Steve. Maar we moeten hem stiekem in Steve's tas proberen te doen. Ja, en dat hij hem dan open doet als hij in Gerdels is. Dat hij dan ergens vindt. Dus eigenlijk moeten we straks in het vliegtuig, want hij is er nog niet, moeten we zijn tas proberen te nakken als hij naar het toilet gaat of zo. Weet je, zoiets. Ja, of als hij naar het toilet, als hij naar het toilet gaat, iets in zijn tas doen. En dat hij dan hier eruit pakt. Het is leuk als hij het hier moet doen. Of in het vliegtuig, als hij zijn oortjes pakt of zo. Ja, dus we moeten gewoon snel mogelijk zijn tas zien te pakken. Zonder dat hij het door heeft. Oké. Ach. Ja, maar eigenlijk speel ik vals. Ben je hier weer mooi van afgekomen? Ja, maar ik wil net zeggen, eigenlijk speel ik vals. Maar het is wil een beetje... nu atten dan? Nee, alleen wat het een beetje is. Het is een beetje dom om voor de douane zo'n fles te gaan atten met een camera. Dan gaan ze natuurlijk wel even vragen stellen. Lachen. Ja, maar ze zijn heel streng hier. Nou ja, als je maar geen liquids meeneemt. Nee. En jij hebt gewoon een fles van ons. We hebben nu iets meer illegaals gedaan dan dat je hem had gehad. Je hebt 700 milliliter mee. Sorry hoor, maar dit is gewoon een lek in de douane. Ja, eigenlijk serieus wel. Neem een fles meer op ijs mee, jongens. Ja, en dan mag het wel. Kijk eens even hoe lekker. Watertje, cappuccinootje en een panini. En dit is niet. Ik had net een snap gemaakt en had gezegd dus inderdaad dat we die fles mee hadden genomen. Maar Ole, die zegt, het is al 2 jaar zo. Vloeistoffen maken niet meer uit. Ik wist dat ook niet. Dus je mag gewoon vloeistoffen meenemen door de douane. Ja. Ik wist het ook niet, maar ik weet nog wel, in Nederland, wij hadden toen Ella en ik naar Londen gingen, hadden we deo mee en haarlak en dat soort spullen. Maar toen we in Londen werd het afgepakt, maar in Nederland niet. Dus, dat is gek. Dus misschien binnen Europa dat niet uitmaakt? Ja, ik weet niet, maar het verschilt per luchthaven, denk ik. Hier maakt het niet uit, maar bijvoorbeeld in Spanje weet ik dat ze ook heel streng zijn. Nee! Oh, hij is ook mee? Ja, ik ben natuurlijk nu dagelijks vlogger, dus... Dagelijks? Dagelijks. Nee, niet. Dagelijks. Nu upload je dat ook al? Elke dag. Waarom zie ik dat niet?
weet niet. Ik ben geabonneerd. Het komt niet in je. Subscribed, joh. Het komt niet in je YouTube aanbeveling. Je hebt hem getemd. Ja, alleen maar losers krijgen toen een aanbeveling. Nou, ja, gezellig jongens. Steven is er ook wel lekker bij. Tijd om naar de gate te gaan. Let's go. Het is heel gezellig, want we zitten ook allemaal bij elkaar. Ja, maar wat moeten we nou naast elkaar? Gewoon samen elkaars handje vasthouden. Hebben jullie geen vliegangst? Ik pis altijd in mijn broek in het vliegtuig. Echt? Ja. Dan ben ik heel blij dat ik niet naast je zit. En ik vind het jammer dat ik niet naast je zit. Nee jongens, ik heb geen vliegangst. Ella heeft dat wel. Ella die wil dan echt, die is echt bang, zeg maar. There we go. Komt er nu zo'n leuke versnellingssequentie dat jij gaat opstijgen? Nee, er komt nu zo'n leuke bierrol dat we opstijgen. Komt die music in 3, 2, 1. Weer, hè? Nou, wat leuk jongens, kijk dan. Extra beenruimte, ik kan gewoon liggen. Dit is voor jou eigenlijk, slaat het nergens. Kijk, voor mij is dit echt nodig, want ik kom al bij de technische stoel. Ja, maar dit, ik vind het lekker joh. Zo. Ik ga nu alvast mijn truitje aan. Maar het is chill, want naast Nico is gewoon een plekje vrij. Dus ik mag gewoon gezellig hier zitten. Top! We zijn aangekomen. Niet eens. Ik heb nog nooit zo'n korte vlucht gehad, denk ik. Nee, als ik nu uit. Ja, het is echt heel kort. Maar we zijn er en we zijn veilig. Was wel mooi. Daar door die berg vliegen. Jij zag niet eens dat we er waren. Ik zei zo niet. Vond je die berg niet mooi? Jij zei, oh, zijn we er al? Nou, ik zei het niet als zo'n begon. Oh, nee, was ook niet. Stond het niet eens? Nee. Het kwam met jouw fucking reet. Nou. Hou op. Ja. Oh, daar zijn we jongens. In Innsbruck. Het ziet er wel zo dik uit, zo'n vliegveld zo in de bergen. Heb je een goede vlucht gehad? Nope. Ja man, naast me was die plek helemaal vrij. Ik zag je nog slapen, ik liep langs. Dat was een... Oh ja, nee, ik had even 1 seconde zo'n honderd. Ik ben echt aan het trekken hoor. Schattig hè, dus je hebt geslapen. Nee. Je hoeft niet te ontkennen. Alleen Nederlands. Nee, ik wou dat ik had geslapen. Je kan nooit slapen met vliegen. Waarom voelde je toen die dikke man in niet? Dat voelde ik wel. Kut. Ze gaan weer pissen. Ik zei nog tegen Steve, moet ik even je spullen bewaren? We gaan niet willen die fles erin doen. Hij wil elke keer gewoon zijn tas meenemen. We moeten even iets leuks bedenken. Komt hij, daar komt hij, komt hij. Maar we moeten hem nog ergens in doen. Gewoon ook te hard op de grond. Misschien is hij wel gebroken. Nee, het zal niet. Nou, we hebben al de koffers, alleen Steve nog zijn koffer. Maar zo, dat is snel. Ik wist niet hoe die van jou eruit zag. Anders had ik hem wel voor je gepakt, want zo ben ik. Nou jongens, we hebben de koffers en zo. Nee, het ging echt fucking snel. We hebben de koffers al. We moeten eigenlijk even een busje fixen. Hadden we eigenlijk van tevoren moeten doen, maar goed. Hier kan het ook wel. Ah, daar komt onze taxi. We hebben een bus! Zo, hey, dat is een mooi ding trouwens. Oh, ik ga wel vooruit zitten. Yes. Hey, dit is gewoon, we hebben een domme VIP-bus gewoon. Dat is wel een mooi ding, hè? Lekker jongens. Ja, toch goed geregeld dan. Ja, dit hebben we wel goed geregeld. Ja, dat zijn de twee mooiste mannen van Nederland. Gast, ja, ben je het echt niet erg? Nee. Wat een leuker busje! Ja, wat chill. We staan hier echt misschien 5, nee, niet eens. 4 minuten of zo. We hebben gelijk een busje. Ja, maar dat komt omdat we goed voorbereid zijn. Ja, we hebben dit al van tevoren afgesproken. Ik kom net naar mijn handen als toe. Ja, ik had een bus gereserveerd, maar die is er niet. Komt bus aanrijden. Ja, maar ga met je mee. Mijn pa die zei. Was dit wel zijn bus? Oh ja. Denk ik zeker weten. Mijn pa die zei tegen mij: heb je al een bus gereserveerd? Want hij heeft ook een keer gevlogen, want dat was al gezeik. Pa, binnen 2 seconden hadden we vervoer. Jongens, onze chauffeur die rijdt zo hard. Het is gewoon Max Verstappen, joh. Ja, dan zijn we er wel snel. Ja, dat wel. Maar we rijden nu op zo'n... Ik ben er liever 10 minuten later dat ik niet over mijn nek ga, dan dat ik er eerder ben dat ik wel over mijn nek ben gegaan. Nee, ik wil toch echt wel over mijn nek gaan. Ja, ik vind het zo. Mooie afdaling hier. Ik moet zeggen, nu helpen die kleurtjes ook niet zo. Nee. Dit is ook een bad trip. Ja. Woe! Het is hier koud. Oh. Het is echt heel koud, jongens. En ja, dat is natuurlijk heel erg logisch als je op skivakantie bent. Maar toen ik in Servas was, toen was het volgens mij in het dal 0 graden. Of zelfs plus 3 of zo. Maar volgens mij is het hier nu min. En dat is top, jongens. Ja, ik wilde echt net zeggen, jongens. Kijk uit dat je niet uitglijdt. Zoals je dat ik nu uitglijd. Zo. Dan kan ik super sneeuw. Oh ja, ook sneeuw. Ja. Ik heb niet... Chill, bij het verkeerde ding zijn afgezet ook. Ja. We zaten helemaal niet bij het house hier. Daar zitten we helemaal niet. Dit is helemaal niet van ons. We zoeken nu het appartement waar we zitten. We waren iets te ver boven afgezet. Maar als het goed is, moet het hier zijn. Het is wel lekker, jongens. Er ligt wel hier sneeuw in dat. Dat is top. Dit is volgens mij ons appartement. En hier is de piste, jongens. Dus je kan gewoon zeg maar naar je appartement skiën. Dat is helemaal top!
Is er wat mis met jou? Nee, ik doe jou na. We hebben het gevonden. Kijk eens even, jongens, we hebben het gevonden. Ja, het is jezelf, nee. Kijk eens even. Nou, dit is perfect. Dit is perfect. Je hebt geen wc, maar wel een douche. Ja. Zeg maar, hier op de gang heb je dan zeg maar een toilet. Het is zeg maar een hele soort van gedeelde ruimtes allemaal. Alleen, komt hier toch alleen maar om te slapen. Je gaat hier nooit chillen, want toch ben je overdag de hele dag aan het skiën. In de avond ga je even appelskiën. Pak jij deze? Ik pak deze wel. Cute. Oh, dit vind ik gezellig. Hé, maar wij hebben geen douche. Wij moeten op de gang douchen. Wij hebben geen douche, wij moeten op de gang douchen, ja. Hé, dit is ook wel cute zo. Ja. Chocolaatje. Balkonnetje. Nou, het ziet er wel heel schattig uit. Ja. Is leuk. Maar je kunt ook onze koffers niet eens open. Hier, balkonnetje, helemaal tof. Ach, oké, jongens, wij gaan even... Nee! Oh, zou je zien dat het bed breekt? Het is wel een lekker bed. Ja. wij gaan even spullen neerleggen en dan gaan we skis huren. En dan gaan we daarna even een biertje drinken. Ja, we gaan nu eventjes skis halen en snowboard. Maar kijk dan, we lopen hier nu gewoon op de piste. Wow, je loopt! Wow. Hoe komt dat? Jij vlogt echt voor 2 jaar, heb ik het idee af en toe, hoor. Hoezo? Kijk, we lopen gewoon op de piste. Nee, dat is toch gewoon grappig? Om te, zeg maar, ik in Servas bijvoorbeeld, moet je eerst naar de lift lopen, zeg maar, een stuk. Ja, maar dat moeten we alsnog, volgens mij. Want kijk, we skiën, je kan dus daarheen skiën. Ja. En dan moet je van daar nog een stukje lopen naar de eerste. Oh, zo. Kijk, die gondel is daar zo. Oh, ja. Je moet wel een stukje lopen. Losertje. Maar je kan wel terug skiën. Ja, dat is chill. Je kan dus wel naar terug skiën naar je hotel. Leuk! Ik heb mooie rode blitzers heb jij, hè? Rode broek, is dat niet heel lelijk? Ja, dat is wel lelijk. Rood op rood. En mijn jas is ook een beetje rood. Ik ga vragen om anders weer. Nee, dat is toch juist dik? Gewoon alles rood. Van alles rood. Vandaag mag echt niet meer zingen. Boeien. Kijk eens even, jongens. Een mooi snowboardje. Helemaal top. We hebben dat nu al vastgehaald, anders moet je het morgen doen en dat is ook allemaal weet je. Morgen willen we natuurlijk eigenlijk gewoon weer lekker vroeg beginnen snel. We gaan de snowboard en de skis eventjes wegleggen en dan gaan we eten of even naar de Chin Chin, dat is zeg maar hier de apres-ski. En dan gaan we even eten en een biertje drinken. Ik zie jou ook gewoon nog niet op skis. Ik zei net tegen Stefan, ik denk dat we een beetje uit moeten kijken voor jou straks. Jezus, Pik, als ik aan het autorijden ben, zeg je dat ik niet kan auto. Als ik ja, maar jij... de ski nog in aan mijn voet heb, denk je dat ik niet kan skiën. Nul. Oh, zo, Pik. Nu al. Ik heb de skis in mijn kop. Nu al. Ik moest toch omdat hij me bijna voor mijn bek slaat. Ja, jij hebt de skis. Jij nu al 3 keer bijna de skis tegen mijn kop aangekregen. Ja, nu. Pas op, man. Nee, ik wil een ander bord, want deze buigt niet genoeg. Dit is echt leuk. Hier op skiën, denk ik. Ja, het ziet er hier wel gaande uit, ja. Wel dicht bij het hotel. Ja. Kan je gewoon even normaal lopen? Laten we dat doen. Ik vind het echt belachelijk dat jij maar ten publiek aan de schat kan hangen terwijl ik nog niet eens een ski aan de voet heb. Dat is echt nul. Oké, wij zijn terug. En wij gaan eventjes, ik ga mijn camera hier laten, want wij gaan even eten en daarna gaan we een biertje drinken. En ik neem mijn camera niet mee, want het is gewoon niet zo slim, maar... Vanaf nu gaan we alleen maar dingen doen die boven de 18 zijn. Nee, en dan zien we jouw kijkers... niet 18 zijn, doen wij de camera hier laten. Oh, dat wilde ik ook net doen. Nee, er komen waarschijnlijk nog wel beelden op mijn telefoon, jongens. Kom goed. Had jij een leger gekregen? Dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn weer thuis en wij gaan lekker slapen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En morgen de eerste vlog op de piste.